Is hij dan? Het verkocht wordt. Dus dat betekent dat ons huis in Trunen verkocht is. Heel fijn. Woe! Ja, dat betekent dat we weer gaan verhuizen en dat er dus nog twee verhuizingen aan zitten te komen. Nou, dat is leuk zeg. Hey, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog van Kerikeresse. Deze vlog zou ik jullie ook meer meenemen in ons gezinsleven en onze verhuisplannen. Het is vandaag vrijdag, dus ik ga jullie vooral in het weekend meenemen. Het is nu 7:50, dus wij zitten midden in de ochtendroutine. We zijn de meisjes aan het klaarmaken voor school. Hier staat nog wat was van de B&B. Daar is er ook bij. En we zijn hier even aan het spelen. Oh, de zon. Echt zo lekker hoe de zon weer begint te schijnen. En we waren hier bezig met het bouwen van een toren, een hele grote toren. Zo. Sinds onze kinderen op twee locaties zitten van dezelfde school, Lana en de bovenbouw zitten nu ergens anders omdat ze gaan verbouwen, is de inlooptijd voor school tussen 8:20 en 8:30. En op de een of andere manier komen we daardoor altijd op tijd, omdat je zo op die 8:20 zit. En als het een vaste tijd is, dan lijkt het op een of andere manier altijd haast te zijn. Heel gek. Nou, ik ben even tas aan het inpakken en dan gaan we de meisjes naar school brengen. Roosje? Kom mee. De meisjes naar school. Wat heb jij met je haartjes op je kuifje? Ja, oh mama haartjes. Ik krijg een kusje bij jou. Kom Roosje, gaan we de meisjes naar school brengen. De meisjes hebben bedacht dat de hangmat ook wel een hele leuke plek is om hier op te hangen. Oh, je hebt ook nog de schommel ervoor gedaan. Dan kun je samen zitten. Oké, leg je lekker? Ja. Zullen we anders naar school gaan? Is dat niet een beter idee? Ja. Pak de tas, ga naar de bakfiets. Allemaal in de bakfiets. Bakfiets. Ja, Roos ook in de bakfiets of achterop bij mama? Bakfiets. Roos ook in de bakfiets? Ik ook in de bakfiets. Ja, dat vindt ze wel zo gezellig. In de bakfiets. De meisjes zijn inmiddels op school. Ik zit hier klaar, want ik heb dadelijk een coachsessie met mijn eigen coach. Ik ben zelf ook nog hartstikke actief met het doen van mijn eigen innerlijk werk. En om andermans innerlijk werk te kunnen faciliteren, om anderen te kunnen coachen en anderen een spiegel te kunnen voorhouden, is het belangrijk dat ik ook steeds mijn eigen spiegel blijf aankijken. En mijn eigen innerlijk werk doe, mijn eigen triggers aankijk, emoties doorvoel. En het is heel fijn om daarbij gecoacht te worden. Ik krijg heel vaak vragen of ik nog een keer zo'n gratis journal sessie ga geven die ik af en toe geef. En daarom heb ik bij deze ook een leuk nieuwtje voor in de vlog. Op 18 maart heb ik namelijk een gratis journal sessie waar je voor kunt aanmelden. Ik heb maar 200 plekjes en ik heb ze net opengezet. Dus als jullie deze vlog kijken, kan het zijn dat er nog maar een paar zijn. Dus zorg dat je ook gelijk aanmeldt op het moment dat je dit ziet. Ook als je twijfelt of je kunt komen, want dan krijg je alsnog de replay link. Zodat je hem gewoon kan terugkijken. Maar dan gaan we dus samen innerlijk werk doen. En het thema is de grote voorjaarsschoonmaak. Maar niet de voorjaarsschoonmaak aan de buitenkant waarbij je je huis weer spik en span gaat maken. Maar de grote voorjaarsschoonmaak van binnenuit. Dus het innerlijke schoonmaak in jouzelf. Wat leeft daar? Wat mag opgeruimd worden? Wat mag doorvoeld worden? Zodat jij je fijner kan voelen. Meer jezelf kan zijn. Veel meer je hart kan volgen. En liever kunt zijn voor jezelf. Dus meld je aan via de link in de beschrijving. Dan zie ik je heel graag 18 maart weer. Zo, ik zet jullie even neer. Mijn coachcall zit erop. Maar ik denk, laat even mijn outfit zien. Want ik heb een nieuwe broek aan. Die heb ik ontvangen van Kattenclub. Ik shop heel graag bij die winkel. Ik heb daar laatst wat dingetjes gekocht. En ze stuurde mij een berichtje of ik iets wilde ontvangen. Ik heb deze broek gehad. Een topje en een truitje. Echt super leuk. En deze broek dus. En het is echt een wat strakkere jeans, zeg maar. Dus dat is echt wel even wennen, want ik ben wat meer lossere broeken gewend. Maar dat heb ik aan met deze top en top van Kiabi en mijn sieraden. En ik was me aan het klaarmaken, want we gaan even een stukje fietsen. Yannick en ik en Rosa. Vrijdag is altijd mijn vrije dag. Yannick is ook lekker vrij, dus we gaan even lekker erop uit, want het is echt super lekker weer. Dus we gaan even een stukje fietsen. Tas om. En hoppakee, op de fiets genieten van het mooie weer.
Dit weer is te mooi om niet van te genieten. Nou, ik heb Rosa al klaar zitten achterop. Die is ondertussen een appeltje aan het eten. En dan gaan we lekker fietsen, schat. Ja, even eruit. Hé, Roos? Ik weet even niet wat ze ervan moet vinden. Na het fietsen zijn we gaan lunchen, de kindjes gaan halen, lekkere middag met de kindjes. Er is hier een vriendinnetje van Amy slapen. We zouden eigenlijk pasta eten, jullie had de pasta saus al uitgehaald. Maar ik had ze zoveel zin in friet, dat we frietjes zijn gaan halen. Dus wij eten lekkere frietjes. Lekker, 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 lekker. Oh, die kroket. Die is ontploft. Wow, die is echt ontploft. Wow. Die is geplet. We hebben lekker gegeten en ik ga jullie iets laten zien. Ik ga het heel voorzichtig laten zien. Want ze zijn zo lief daar aan het spelen. En ik wil ze niet uit hun element halen. Ik kan niet eens inzoomen met deze camera. Maar Lana is dus echt zo schattig met Rosa aan het spelen. Ze zijn samen aan het schommelen. Echt zo lief. Ach schatje, mag je zo leuk schommelen met Lana? Ik zie dat ik je mond nog niet heb schoongemaakt van de frietjes. Oh, voorzichtig hoor schat. Goed vasthouden, hè, Poppy. Gelukkig is het laag en is het heel zacht kunstgras. Echt heel cute. Mof jij weer met zo'n grote zus, hè? Wee! Oh, je moet wel even een beetje goed zitten. Het is zaterdagochtend. We hebben een klein beetje uitgeslapen. Maar ik heb ook lekker mijn ochtendroutine gedaan. Ik heb gesport, gemediteerd, gejournald. Heel fijn. Nu zijn we iedereen het klaarmaken. Dan gaan we zo de fiets op. Even een stukje fietsen. Maar ook Feline ophalen van haar logeerfeestje. Verder gaan we vandaag nog eieren halen. En gewoon een beetje thuis aanrommelen. Vanavond hebben Yannick en ik een soort date night. Superleuk. Van de dansschool waar ik high heels danslessen volg. Is er vanavond een partnerworkshop avond. En dat hebben wij 2 maanden geleden ongeveer ook gedaan. Echt een soort van... Ja, speciaal voor koppels een avond waarbij je dus leert om een hele mooie sensuele dans voor je man op te voeren. Het was toen zo leuk dat nu er weer een datum was, we weer tickets hebben gekocht en dat weer gaan doen. Het is een super leuke manier van dansen, om te verbinden met je partner, in je vrouwelijke energie te zijn als vrouw. Ja, heel leuk. Zorgt voor een hele leuke dimensie ook in je relatie. Dus dat hebben we vanavond. We zijn een stukje gaan fietsen en we zijn weer thuis. En ik heb mijn oude Sims laptop weer tevoorschijn getoverd. Want Lana wilde graag weer simsen. Ik heb vroeger als kind heel veel gesimst. Ik vond het helemaal geweldig. Dus ik snap ook dat zij het leuk vindt. Dus ik vind het stiekem ook wel heel leuk om met haar mee te kijken. Ze kijkt ook op YouTube. Heb je van die Sims vloggers. Dus gisteren zaten we ook weer een video samen te kijken. En hebben we weer leuke dingen gezien die we dan zelf zouden toepassen bij het spel. Dus we zijn bezig. Lana is een heel mooie familie aan het bouwen. Zo. Mooi, hè? Oh. En ik wil je nog even iets laten zien. Ik loop even naar buiten. En dan zie je hier onze camper. Maar dat is niet wat ik wilde laten zien. Nee, ik wil je wat anders laten zien waar we heel blij mee zijn. Ik zal het even laten zien. Daar is hij dan. Het verkocht bord. Dus dat betekent dat ons huis in Truna verkocht is. Heel fijn. Dus ik denk, hoezo dan? Nou, ik had het natuurlijk vorige keer al een beetje uitgelegd. Ik wil even op ons bed gaan zitten. Waar Patrick ook ligt. Ik denk, dan klets ik jullie daar even over bij. Dan kunnen jullie me iets beter verstaan, want beneden zijn de meiden ook aan het spelen. Ja, ons huis in Truna is verkocht. En wij hebben vorig jaar, toen wij zouden verhuizen naar Tiel, ons huis natuurlijk te koop gezet. Een paar maanden heeft het te koop gestaan. Want op een gegeven moment denk ik van, nou... Wordt het nog een keer verkocht. En net toen dat eigenlijk zo was, dat we dachten, goh, dat duurt wel lang. Werd het ineens vrij duidelijk. Want wij moesten terug naar dit huis. En toen wij dat wisten, hebben wij dit huis uit de verkoop gehaald. Want ja, we moesten er zelf terug naartoe. Nu was het zover dat ons huis in Vlijmen, wat ik vorige week in de vlog heb laten zien, vrijkomt. Dat is nu al vrijgekomen trouwens. Dus vanaf dit moment, vanaf vorige week, was het dus mogelijk dat ons huis verkocht zou worden. En wij dus een andere plek hadden om naartoe te gaan. Dus zodoende dat we het weer in de verkoop hebben gezet en het dus heel snel is verkocht. Echt super fijn. We zijn er echt heel blij mee dat het zo snel mocht gaan. Want
We hadden ook echt veel bezichtigingen. Dus elke keer als je dan een bezichtiging hebt, dan maak je je huis zo netjes als een soort van halve IKEA interieur, een soort van showroom. Dus we zijn echt blij dat het nou verkocht was. Onder voorwaarde van financiering, maar op zich tegenwoordig zeggen ze dat dat meestal wel dan doorgaat. Dat betekent dat, dat wij ook verder kunnen gaan kijken. En ons plan is om uiteindelijk zelf een huis te gaan bouwen. En ook dat kan pas op het moment dat of dit huis of het huis natuurlijk verkocht zou zijn. We hebben al die maanden, dus ruim 10 maanden, met dubbele lasten gezeten. En dat is met de huidige hypotheekrentes echt wel een flinke hap, kan ik je zeggen. Dus dat was niet per se heel relaxed. Al konden wij natuurlijk nog niet verder gaan kijken voor een nieuwe optie qua wonen. Omdat een van de twee verkocht moest zijn. Nou, dat is nu het geval. Dus nu kunnen we gaan verder kijken. En we zijn nu bezig met de aanschaf van een kavel. Zodra dat allemaal rond is, ga ik jullie daar helemaal in meenemen. En op dat kavel komt dan het huis wat we willen gaan bouwen. Nou, het bouwen van een huis en het hele proces, dat duurt ruim een jaar. Daar zijn we ook al wel even mee bezig. Vooral Yannick is daar heel erg mee bezig. Die is bezig met het bouwbedrijf en met alle tekeningen en de vergunningen en al dat soort zaken. Maar omdat dat ruim een jaar kan duren, moesten we daar wel al mee aan de slag. Zodat er over een jaar een huis staat. Dat betekent dat wij, zodra alles rond is met dit huis, wij gaan verhuizen naar Vlijmen. Daar zullen we waarschijnlijk een half jaar wonen totdat de koper van ons huis in het huis gaat. Wij de kavel kunnen afnemen. En dan gaan we een paar maanden in waarbij het nog een beetje onduidelijk is wat we gaan doen. Maar waarschijnlijk gaan we in een bouwunit zitten op het kavel. Dat is voor nu het plan. Of we gaan iets tijdelijk huren. Nou, wat ik vorige week al zeg, het is veel. Het is niet relaxed. En toen wij vorig jaar besloten naar Tilburg te verhuizen, was het niet de bedoeling dat wij elk half jaar zouden verhuizen. En dat we in deze toch ook wel ellende zouden komen. Daar hebben we niet voor gekozen, maar we hebben nu wel de keuze om te dealen met wat er is en te kiezen hoe we daarmee omgaan. En wij proberen daarin zo positief als mogelijk te zijn om onszelf te dragen, maar ook onze kinderen te dragen en er het beste van te maken. Dus dat is nou eenmaal de omstandigheden. We waren heel dankbaar dat we in dit huis weer een half jaar, want het is alweer bijna een half jaar dat we hier wonen, terecht konden. We zijn heel dankbaar dat we het nou hebben mogen verkopen. En dat er dus voor ons een andere plek is voorlopig om terecht te kunnen. Totdat ons kavel gereed is om op te gaan bouwen. En we daar dus met een bouwunit zeg maar op kunnen gaan zitten. En dat zal waarschijnlijk rond september zijn. En weet je, pin me er niet op vast. Want dingen kunnen uitlopen, dingen kunnen anders lopen. Het is altijd nog een beetje onzeker. We moeten überhaupt nog de vergunningen krijgen die we willen voor de woning. Dus nog niks is zeker wat dat betreft. Maar dit is hoe het er nu uitziet. En dan zou het dus wel betekenen dat we vanaf september verhuizen naar de plek waar we voor altijd zullen blijven. Of waar we in ieder geval van plan zijn om voor altijd te blijven. Waar we dus eerst waarschijnlijk op een bouwunit of een staarcaravan of iets gaan zitten. Totdat het huis klaar is. Dan zien we ons huis opgebouwd worden en dan gaan we in het nieuwe huis. Ja, dat betekent dat we weer gaan verhuizen en dat er dus nog twee verhuizingen aan zitten te komen. Gelukkig hebben wij heel veel geminimaliseerd toen wij verhuisden naar Tiel. Van Tiel naar Drunen, weer heel veel geminimaliseerd. En dat zal ook weer gebeuren, want we gaan nu kleiner wonen. Dus er zal ook weer een stuk minder meegaan. Dus wat dat betreft is het verhuizen aan zich qua spullen allemaal wel goed te doen. Maar emotioneel en mentaal kost het veel energie. En is het gewoon niet fijn en is het gewoon een dingetje. Maar uiteindelijk maken we er gewoon het beste van. Daar zien we hoe het zich gaat ontvouwen en zorgen we gewoon goed voor onszelf. En ik ben heel blij dat ik zelf veel met mijn mindset doe, dat ik veel aan zelfontwikkeling doe, waardoor ik ook echt mezelf kan dragen in deze tijd, waardoor ik ook echt voor mijn kinderen kan zijn. Maar ik kan me voorstellen, wat ik vorige week al zei, dat je dit zit te kijken en denkt, jeetje Mina, wat een jaar gaan jullie aan na al zo'n jaar. Ja, I feel you. Maar we nemen jullie gewoon mee en we proberen hier zo eerlijk en transparant mogelijk in te zijn. Ook als dingen straks weer wijzigen. Ik bedoel, nog niks is zeker. We moeten qua vergunningen kunnen. We zitten natuurlijk ook nog in de rechtszaak. Dus ook dat kan nog wat wrijving geven in onze plannen. Dus voor wat we kunnen delen, delen we. En wat we niet kunnen delen, dat houden we voor onszelf. Maar we doen het met de riemen die we hebben. En we nemen jullie gewoon mee. En dat is eigenlijk weer even een update van onze... Ja, van de aankomende verhuizing in ieder geval. Samen met Amy en Verdina gaan we een spelletje doen. Het is eigenlijk een 10-plus spel, maar ik heb het vaker gespeeld. Ik denk dat het wel moet lukken, maar ik was weer even vergeten hoe het spelletje werkte. Dus dan ga ik altijd naar YouTube en dan ga ik dus een speluitleg opzoeken. En deze meneer, Nox Spellezel, daar heet hij, heeft ons al heel veel spellen uitgelegd die we hebben. Ja, is gewoon een hele enthousiasteling die het heel fijn uitlegt. Dus wij gaan eerst een speluitleg kijken en dan gaan we lekker verder spelen. Op en uiteindelijk de put. We zijn onder de knie, dus wij gaan lekker spelen. Dit kost 7 euro. Ik ga niet 4 euro. Nou, dan mag je die neerzetten waar je wil. En dan mag je 7 dus even hier
Ja, maar ik heb 5. Vandaag eten we dus wel die pasta die was uitgehaald. Lekker met kaas. Cheese. En ik heb hem dan zonder macaroni. Lekker, lekker. We gaan zo de meisjes op bed leggen en ik ga me eerst even omkleden. Kijk eens wie hier loopt. Patrick, die van de buiten. Die gaat dus altijd via onze slaapkamerdeur naar binnen en naar buiten. Ik ga me omkleden, want Janique en ik hebben vanavond partnerles van onze high heels dansles. Elke maandagavond ga ik naar high heels dansles, oftewel hele vrouwelijke manier van dansen op hoge hakken. Super gaaf, als je mijn Instagram volgt heb je er al heel veel van voorbij zien komen. En vanavond hebben wij voor de tweede keer partnerles. Heel mooi om op die manier in mijn vrouwelijke energie te stappen en me heel vrouwelijk, sexy en mooi te voelen. En te zien hoe Janique daar ook van geniet en hoe we daar samen van genieten en hoeveel moois dat geeft in onze relatie. In de maatschappij waarin we leven zijn wij vrouwen heel snel geneigd om heel erg in onze mannelijke energie te gaan. De energie van doen en doorzetten, to-do-lijst afwerken, hard werken. Ja, heel erg in ons hoofd te zitten. Terwijl hoe meer wij in onze vrouwelijke energie kunnen zakken, waarin we veel meer kunnen voelen, kunnen genieten, plezier kunnen hebben, liefde kunnen geven en veel meer vanuit zachtheid en vanuit flow kunnen leven, hoe meer we ons in onze kracht staan eigenlijk. Dus dingen als dansen, muziek maken, zingen, koken, iets doen voor je partner, speels zijn. Al die dingen en echt voelen, dat is wat de vrouwelijke energie aanwakkert. En daar probeer ik heel actief mee bezig te zijn, want ik kan heel erg in mijn mannelijke energie zitten. Zeker de afgelopen jaren als ondernemer zijnde. Maar ik merk hoe meer ik in mijn vrouwelijke energie stap, hoe meer ik gewoon kan loslaten, kan vertrouwen dat alles goed komt en veel meer rust in mezelf ervaar. En dansen is zo'n ding wat dat ook in mij versterkt. Nou, ik ga me even omkleden. Wat ga ik aandoen? Ik heb hier een hele leuke net panty. Dat zie je natuurlijk nooit zo goed, maar dit is een net panty. Deze leuke body en een kort broekje. En dit zijn mijn dansheels. En dan ga ik er nog een vest overheen doen en een joggingbroek. Want we beginnen gewoon in de joggingbroek. En op een gegeven moment gaat het uit en wordt het een stuk spannender. Super leuk om op die manier iemand te verrassen. In een hele veilige sfeer met vrouwen die elkaar juist in hun kracht zetten. En niet veroordelen. En die ook hetzelfde ondergaan voor hun partner. Super mooi. Ik ga even make-uppen, omkleden en heb ik heel veel zin in vanavond. Lekker mijn joggingbroek en mijn vestje en normale toppen op. Oké, ik heb de camera een beetje gek neergezet, samen zijn puk ik zo. Begin ik gewoon hierin en dan gaat het op een gegeven moment uit. Make-upje opgedaan. En zin in een hele gezellige avond. Onze au pair die zit in de bus terug. Dus die gaat oppassen en dan kunnen wij gaan. Het is de dag na, het is vandaag zondag. Je ziet daar Roosje, die heeft haar jasje aan. Want de zussen zijn buiten spelen. We hadden gisteren echt een superleuke avond samen. Het was echt superleuk, romantisch. Ook leuk, ja. Dus gewoon echt heel erg leuk. Dus ik zou je echt aanraden. Ga kijken wat je kan doen om je vrouwelijkheid. En ja, gewoon meer plezier in het leven te ervaren. Misschien droom jij er altijd al van om een schildercursus te doen. Of een dansworkshop. Of salsa dansen. Of weet ik het wat je eigenlijk heel tof zou vinden. Ga er achteraan. Want je leeft maar één keer. En sommige dingen zijn ook veel simpeler te realiseren dan dat je misschien soms denkt. En het geeft zoveel plezier en in dit geval zo'n koppelsavond om op die manier ook te investeren in je relatie. Ja, heel belangrijk denk ik. Maar goed, het is vandaag zondag. Vandaag is ook eigenlijk wel een beetje een chill dagje. We zijn een beetje aan het rommelen, wat was aan het doen. Janique en ik moeten vanavond even naar de B&B om schoon te maken. En we hebben wat extra was gedaan. We hebben daar ook een wasmachine, maar bijvoorbeeld de kussentjes en de spreien die doen we dan thuis wassen. Dus die nemen wij straks ook mee. Het hele gezin op de fiets. Roze achterop, Lana eigen fiets. Kling op de fiets. Amy staat daar klaar met de fiets. Janique pakt op de fiets. We zijn Amy en Vlina weer meer aan het oefenen met fietsen. Die zijn de laatste tijd hebben ze vooral op de bakfiets gelaten. Maar we beseften ons, misschien is het wel goed om het fiets weer op te pakken. En zodat we weer wat vaker met z'n allen kunnen fietsen en zij ook kunnen oefenen. Nu gaan we even een eindje fietsen. Waarschijnlijk richting het Bundelbos. Plek waar ze ook kunnen spelen, waar we wat kunnen drinken. Waar we heel graag komen. Nou, dat is leuk zeg.
zwaaien naar Tino. Kijk Tino. Twee handen en dan pas drinken. Twee handen. Oh, daar komt Rosa aan hoor. Rosa, kom maar. Dit is echt een lange lepel. David, ga je niet en ik nog naar de B&B, maar dat laatste kunnen we volgende vlog weer eens een keer uitgebreider zien. Hoe wij dus de B&B runnen en hoe we dat allemaal doen. Bij deze ga ik deze vlog afsluiten. Volgende week weer een nieuwe avonturen in ons huishouden. We gaan natuurlijk steeds meer richting verhuisvoorbereidingen. Ga ik jullie ook allemaal in meenemen. Dus blijf vooral volgen. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet had gedaan. En dan zeg ik tot de volgende keer maar weer. Dankjewel voor het kijken. Doei!